Het is toch alweer een tijdje geleden, beste vrienden, dat ik er officieel mee ben gestopt om vrouwen te begrijpen. Ja. Want vrouwen die kunnen dingen zeggen en dingen doen. En die zijn dan niet meer te volgen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik ga hier gewoon mee ophouden. Ik ga ermee stoppen om ze te begrijpen. En we hebben er nu weer een nieuw voorbeeld van. Ja, die Jamie. Die Jamie van die lil kleine, bijgenaamde Jorik. Die lil kleine, daar weten we toch al een hele tijd van. Die is volkomen matteklap. Dat is een halve garen eerste klas. Waar is het gekkenhuis van vroeger? Het aloude, gewoon het gekkenhuis. Daar had hij al lang, hup, in moeten zitten. Maar deze kleine, daar weten we van. Die handjes die zitten niet een beetje los. Nee, die kleine die loopt molenwiekend door het leven. En slaat iedereen maar neer die hij tegenkomt. Nou goed, onze Jamie, en daar gaan we dus, dat ik vrouwen niet kan volgen en dat ik ze ook niet meer wil begrijpen. Die Jamie, die weet dat dus. Want in 2019 stond zij dus in het café. Er loopt iemand langs, die stoot toevallig tegen haar aan even. Die zegt sorry, die komt weer teruggelopen en die krijgt gelijk een paar beuken van die lul. Bijgenaamd Jorik, kleine. En die Jamie, die kijkt daar gewoon naar, die staat daar gewoon bij. En die denkt dan niet bij zichzelf, misschien heb ik wel een relatie met een grote mafketel. Nee, dat denkt zij niet. Nee, dus zij blijft bij hem, krijgt nog een kind van hem, gaat met hem naar Ibiza en wordt daar dus in elkaar geslagen op Ibiza. Hij wordt aangehouden, zij zegt later, er was niet zoveel aan de hand, gebeurde niet zoveel. Wat is er dan aan de hand in zo'n hoofd van een vrouw? Want iedereen duikelt nu over die kleine heen en veroordelen die kleine. Maar wat is er dan, beste vrienden, met die Jamie aan de hand? Beste vrouwen in Nederland, jullie moeten toch ook denken bij jezelf. Hoe kan dit nou? Wat is hier nou allemaal mis? Dus zij werd dus in elkaar geslagen daar in Ibiza. Er werden weer zoete broodjes gebakken. Iedere andere vrouw, woep, die had gelijk de spikes ondergedaan. En van poem, in de startschot gevallen. Niet onze Jamie. En wat gebeurt er nu dan? Ja, nou wordt ze dus nog een keer aangepakt. En dan wordt ze aan de haren getrokken bij een auto. Ze krijgt een deur, geloof ik, tegen haar gezicht. Nou, het is één grote bak ellende. Ja, en dan kan je wel zeggen, ja, liefde is blind en noem het allemaal maar op. Maar hoe blind is de liefde dan? Mag ik dat even weten? Dan is daar toch ook iets mis? En iedere andere vriendin en iedere andere vrouw in de toekomst bij deze lil, ja, die kan dit toch allemaal verwachten? Die moet niet gek opkijken dat ze gewoon op een of ander moment een boom, een beuk voor de kop krijgt. Klaar, zo zit het. En daarom, vrienden, dit hele verhaal. En daarom blijf ik erbij dat ik officieel ben gestopt met vrouwen te begrijpen.